Een zeer goede avond. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes. Als je jong bent, worden er vaak sprookjes voorgelezen en dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze Niet Zo Serieuze Sprookjes voor volwassenen. Ik zit hier nog altijd in den Arenberg. Hey, applaus. Ja. Applaus, bravo. En bij mij zit niemand minder dan de geweldige Johan Petit. En Johan, we hebben een titel gekregen van ons publiek om een sprookje mee te maken. Er waren eens drie vrijgezelle vrouwen tijdens een zombie-apocalyps. Ja. Ik denk dat dat heel spannend wordt. Ah ja, we zijn nog niet begonnen. Nee, we zijn nog niet begonnen. We gaan er nu om beginnen. Er waren eens drie vrijgezelle vrouwen tijdens een zombie-apocalyps. Ja, en wat dat heel moeilijk is, maar ja, mag er ook meta-achtig gebabbeld worden? Ja, doe maar wat je niet laten kunt. Dus, wat wou ik nou zeggen? Ja, zie, dus voor mij, er waren drie vrouwen, zombie-apocalypse. De ene heette Els, Greta en Marta. Ah ja. En ze waren al heel lang vrijgezel. Ze waren eigenlijk nog maagd ook. Ze hadden nog nooit een man van dichtbij gezien. Ah, zelfs? Nee, nog nooit. Nog nooit. En dat viel eigenlijk heel goed mee, want doordat er dus een zombie-apocalyps was, waren er dus extreem veel zombies. Hè, en we zaten ook in die apocalyps, daarom was dat een zombie-apocalyps. Wat dan mochten dat al die zombies eigenlijk alle mannen hadden opgegeten. Er waren dus eigenlijk ook geen vrije mannen meer om volledig voor te kunnen gaan. Dus die drie vrijgezelle vrouwen waren dus heel hard geschaald. Niet alleen hadden die nog nooit een man gehad. Nog niks eigenlijk. En er was ook geen enkele optie om ooit nog... tenzij dat ze dus met zombies iets gingen proberen. Dus het leuke aan zombies is dat die bijna uiteenvallen. Ah, ja. Dus ineens kwam Marta mee het gedacht, misschien moeten wij van uiteenvallende zombies de perfecte man maken. De perfecte man waar wij mee kunnen... Misschien alle drie samen iets doen. Ah ja, en hoe noemden die twee anderen nu weer? Marta, Greta en Els. Ah, en Els. Ah, Els. Ja. En toen zei Els, ah ja, dat is goed, want vroeger plakten ze alles alleen met kool toe, maar tegenwoordig doen we dat met TIC-7. En dus reed hij naar de Gamma om daar een lading TIC-7 te gaan halen. En met TIC-7 plakte alles aan elkaar. Maar, en dan begonnen ze eraan. Ze begonnen aan de klus van, oké, willen we eerst een knappe kop hebben. Nu, het probleem was, ze hadden allemaal een andere smaak. De een vond een lange neus leuk, de ander vond een rosse kop leuk. En de ander had zoiets van, nee, ik wil dat hem eels gewoon dikke lippen heeft. Ja, en ik ben even in de war nu, besefte ik, omdat dus tegelijkertijd schoot door mijn kop, dat tijdens een zombie-apocalyps, dat dus zombies ook wel heel grillige wezens zijn, die heel de tijd alle mensen willen opeten. Ja, die zijn gevaarlijk. En dat wij nu aan het vertellen zijn, dat wij in het verhaal, dat die rustig naar de dinges, naar de Gamma waren geweest. Nee. Om daar TIC-7, en die waren alles op het gemak, die waren tegelijk ook, waar we dus vergeten zijn, heel de tijd aan het flippen en heel de tijd op hun hoede. En ontgillen en zo. Ja, en onder auto's ontkruipen, omdat die moesten zien dat die niet wierden opgeten of doodgaan. Het feit dat ze de zombie-apocalypse hadden overleefd, wou zeggen dat ze goed waren met messen, met stokken, ze hadden wapens bij om die event te kunnen maken. Ah, dus, want die informatie is nieuw voor mij, ik wist niet... Ik wist niet dat de zombie-apocalyps dat die overleefd. Dus, zombie, dus er waren eigenlijk geen zombies niet meer. Jawel, nee. Of nog doei zombies. De verandering hadden ze overleefd, ze waren niet opgefred. Ah ja, oké. Okay. Maar de zombies blijven leven. Oké. Dus, en wat waren die zombies dan... Sorry, wat waren die zombies dan op dit moment aan het doen? Ja, die lopen rond op zoek naar levend vlees. Ah ja, toch. Ah, dus die blijven dood, maar levend. Omdat ik dus dacht dat tijdens die apocalyps, dat die toen dat heel tijd... Maar die zijn dat eigenlijk nog altijd aan het doen. Dus, ja, natuurlijk, die zijn dus, gewoon... Dus een apocalyps is gedaan, maar, die hebben, dus, maar toch zijn die wel nog verder aan het zoeken. Die hebben op dat moment ook wel keiveel honger, want die hebben al heel lang niet meer gehad. En die drie dames die dan buiten komen met hun baseballbat, met spijkers in, en hun messen en weet ik wel wat, dat zijn dan de enige dingen dat ze nog kunnen eten. Dus die worden er aangevallen gelijk zot. Ja, dus die hebben zich nu verschanst. Die zitten nu ergens onder een auto, terwijl al die zombies rondlopen. Wat wel handig was, want als ze onder de auto lagen, waren er altijd zombies die kwamen kijken. Ja. En dan konden ze wel ineens selecteren welk koppeke dat ze schoon vonden. Ah ja. En Marta zei dan tegen haar, oh, zie je die ene kei schone neus? Oh ja, schoon, en knip. En ze knipte die neus af. En dan
Ah ja. En dan kon ze nog niet plakken, want ze hadden alleen nog maar een neus. Ah, ja. En dan kwam er een andere piepen, oh zie je, die neemt kaas van kinderbakkers. Ja. En dan met het zwaard, ons Els met het zwaard, zo hoppa, je kinderbakkers af. Ja. En dat ging allemaal ongelooflijk goed. Ja, vlot, dat ging echt allemaal supergoed, dus die wilden elke keer wat verzamelen. Ook al waren ze nog maagd, ze hadden al wel veel genaaid. Er was één probleem. Die naaide heel graag. En dat was eigenlijk heel erg dat die eigenlijk wel op een bepaalde manier zouden kunnen zeggen vrouwen van de oude stempel waren. Omdat het ook al oude vrijgezelle vrouwen waren. En dat die dus nooit geleerd hadden. En dat die helemaal zo zich in de gender rollen. Ja, ja, ja. En die deden alleen maar vrouwen. Die konden heel goed een trap afkussen en zo. En maar dat waren eigenlijk geen moderne vrijgezelle vrouwen. Dus het gaat niet over die dreigrieten die er van achter zitten. En met die kunnen dat allemaal wel. Ja, die kunnen wel, hè. Maar dus, dat zorgde voor een probleem. Namelijk dat die dus wel hadden gehoord dat Tech 7 een heel goed middel was om alles bij elkaar te plakken. Dat ze ook bij hadden. Maar ze wist dus niet dat ze ook zo dat machine voor zo die Tech 7... Dat hadden ze niet bij. Dat dus hadden ze niet bij. Die kregen al die stukken niet aan elkaar geplakt. Dus die zaten daar met zo'n zombie in 100.000 stukjes. Dat eigenlijk een puzzel samen wel één prachtige zombiebeest was. Waar dat die alles mee wouden doen. Maar die ze dus niet bijeengeplakt kregen. Plus dat al die stukken afzonderlijk ook niet leefden. Hè? Want dat die samen. Dus nu zaten ze er onder in een auto met al dat grief. Wat nu? Ze moesten een manier zoeken om dat toch bijeen te houden. Ja. En toen kwam Els met een briljant idee. Ah ja, en dat was... Els had heel lang haar. Had heel lang haar. He, want die had dat nog nooit niet geknipt. He, dus die had dat allemaal zo samen. Dus en toen begon die al haar uit te trekken. Om elkaar te binden. Ja. En met een naald konden die zo heel die event om elkaar beginnen naaien. Ja. En toen dat gebeurd was, begonnen die drie gewieten van ontroering te blijten. Omdat ze daar eindelijk hun droomman hadden gevonden. Alleen leefde die nog niet. En moesten ze een manier vinden om dat spel dan, dat ze nu ondertussen door de zwart met beest zijn, ook graag waren beginnen zien, hè, hoe afschuwelijk dat ook was. Nu, gelukkig lagen ze onder een auto. En een van de drie, Marta geloof ik, die wist wel iets van auto's af. Dus die kroop onder een auto, die trok de batterij van die auto naar beneden, vond er ook in een startkabel. Ja, dat lag daarbij. Dat was een chance, en ik ken niet meer. Want als dat er niet had gerust, dan hadden ze ook nog en toen zetten ze die startkabels op. En dat was een pure gok, maar ze gokten juist. Ze jokte, en die wist niet wat wat er min was. En ze begonnen te gaan en die zombie kwam tot leven. Ja. En die zag hun en die verloor ook al zijn kwaadaardigheid. Die vond zijn eigen zelf ook kei knap. Die had iets van, yo, bitches, ik ben hier. En toen was het dus met drie en dus met één zombie, dus, waar dat ze dan niet wisten hoe dat verhaal ging aflopen. Ze sleepten die zombieman mee naar hun thuis. Ah, ja. En ze hadden zoiets van, oké, nu hebben we één man voor ons... En die leefden ook al, hè? Ja, nu hebben we één man voor ons gedrie. Ja. En ondanks dat er altijd keigoeie vriendinnen waren geweest, is een echte oorlog toen pas begonnen. Ja. Een apocalypse die erger was dan de zombie-apocalypse. Ja. En toen hoe kunnen drie vrouwen één vent delen? Ja. En toen dacht ineens Els, die ondertussen niet meer veel haar had, dat er ook niets mee te maken had, die dacht ineens, we knippen gewoon die vent, die haalde een nagelschaartje boven, die knipte die zombie in drie stukken en dan begon ze wat te boetseren en ze smeerde nog een heel Tech 7 op, ze haalde terug in startkabels boven, die drie afzonderlijke dingen werden dan toch alle drie apart. En zo hadden iedereen dus dan toch zijn eigen man. Eigen man en leefden ze nog lang. En heel gelukkig. En gelukkig. Ja. Wacht. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Vrouwen kunnen niet delen. Slaap lekker.